De Eerste Kamer stemt vandaag over een wet die zegt dat er een 2/3 meerderheid moet komen voor de goedkeuring van EU-verdragen. Iets waar SGP-leider Kees van der Staaij al bijna 13 jaar voor strijdt. Het idee begon in samenwerking met toenmalig LPF-leider Mat Herbe. Het is heel belangrijk dat de parlementaire meerderheid wordt versterkt. De positie van het parlement is in het geding. En als er een 2/3 meerderheid nodig is, dan kan het parlement niet lichtvaardig voorbij gaan aan een internationaal verdrag. Dat kan nu wel. Het kan nu bij wijze van spreken tijdens een kabinetsformatie gewoon worden uitonderhandeld. Als een van de partijen een concessie wil tijdens onderhandelingen, denkt u maar aan Nederland van het gas af, dan krijgt men zoiets toegeworpen terwijl er helemaal geen meerderheid voor is. Ik wil dus echt voorkomen dat een Europees verdrag en ook bijvoorbeeld de toetreding van Turkije, dat die geregeld gaan worden, handjeklap, in de achterkamertjes. U strijdt er al bijna 13 jaar voor. Waarom vindt u dit zo'n belangrijk onderwerp? Nou, het is heel belangrijk dat ook als er macht naar Europa gaat, bevoegdheden worden overgedragen naar Europa, is dat heel ingrijpend. En is het ook van belang dat dat ook een brede steun in de Nederlandse bevolking heeft. En we hebben ook in de grondwet het zo geregeld dat je een hele zware procedure hebt voor allerlei wijzigingen. En nu zie je dat eigenlijk voor hele lichte wijzigingen, of de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad moet zijn, eigenlijk een hele zware procedure is. Terwijl er aan de andere kant voor hele zware besluiten, heel veel overdracht van bevoegdheden naar Brussel, een gewone meerderheid volstaat. En dat vind ik eigenlijk niet kloppen. En welke besluiten zijn er dan in die 13 jaar genomen waarvan u zegt, nou, daar hadden we wel met een 2/3 meerderheid over willen stemmen? Nou, ik vind een heel duidelijk voorbeeld. Bijvoorbeeld dat wij onze Nederlandse munt kwijtraakten en de euro kwam. Of de toetreding van een land als Bulgarije, Roemenië tot Nederland. Ja, dat was natuurlijk voor die 13 jaar al. Maar daarvan zegt u, dat zijn zulke ingrijpende dingen. Daar moeten we met een 2/3 meerderheid over stemmen. Hilmar, wat vind je van het idee? Ja, ik vroeg me ook af, hoe zit dat in andere landen? Hebben die datzelfde systeem van die 2/3 meerderheid? Of is dat uniek voor Nederland zometeen? Nee, er zijn inderdaad heel veel landen zoals Denemarken, Oostenrijk, Luxemburg, Ierland en nog een heel rijtje, die allemaal ook een zwaardere procedure hebben. Soms net weer wat verschillend. Bijvoorbeeld Ierland heeft weer dat er een referendum gehouden moet worden. Maar we zijn eerder de uitzondering dan de regel als het gaat, omdat je geen bijzondere, zwaardere procedure hebt voor macht naar Brussel. Nou, als ik u zo hoor, dan is dat dus vooral een heel goed idee. Het is natuurlijk ook uw idee. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd? En is het nog maar de vraag of de wet het ook gaat halen? Nou, je zag eigenlijk steeds dat aan de ene kant zeiden heel veel Kamerleden van, het is eigenlijk een heel goed en redelijk voorstel. Maar aan de andere kant proeft hij ook een beetje de vrees van, maar kan er straks Europees nog wel genoeg gebeuren? Er zijn steeds meer eurokritische partijen. En straks komt Europa een beetje op slot te zitten. En daardoor wist men eigenlijk vaak niet zo goed raad met dit voorstel. Ja. En er is zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer nog een hele staatscommissie op losgelaten. Ja, want de laatste commissie die ook onderzocht hoe we het moeten doen met onze democratie, Remkes, die heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Die kwam ook met een aantal aanbevelingen. En die heeft ook naar uw plan gekeken. En die zei wel van, nou, we moeten het niet precies gaan uitvoeren zoals de heer Van der Staaij wil. Wat vindt u daarvan? Dat hij toch ook met andere ideeën komt? Nou, het was wat dubbel. Zij zeiden, je kan ook de huidige grondwet die zegt, je moet een zware procedure hebben, ook die 2/3 meerderheid. Als er strijd met de grondwet is, wordt nu heel strikt opgevat, je zou dat ook wat ruimer kunnen opvatten. Bijvoorbeeld in het geval van de euro, dan zou je kunnen zeggen, nou, het is niet echt in strijd met de grondwet, maar het is wel heel ingrijpend. Misschien moet je dan ook wel die 2/3 meerderheid hebben. En de staatscommissie Remkes zei, als dat niet werkt, die ruimere uitleg, kies dan het voorstel van de Staaij. Dus ik zeg, ja, het werkt niet inderdaad om die ruimere uitleg om de tafel te verwachten. Want dat is heel onduidelijk wanneer precies wel, wanneer niet. En het wetsvoorstel is daar duidelijker in. Oké, dan naar 2015. Want dat was dan het moment dat de Tweede Kamer eindelijk ook instemde met deze voorstelwet. Ondanks kritiek van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Wat betekent dit nu voor de invloed die Nederland bij het vaststellen van verdragen in Europa zal hebben? En de regering, die een parlementaire regering is, dus met een kamermeerderheid, nou, je mag aannemen achter zich, kan bij de onderhandelingen in Brussel zeggen, nou ja, wij willen heel graag dat u ons tegemoet komt op dit punt, want dan zullen wij dat met instemming voorleggen aan ons parlement. En dan kunt u er misschien ook wel een beetje op rekenen dat dat dan ook tot ondersteuning zal leiden. En wanneer je moet zeggen, maar ja, er moet sowieso, kan er nog een referendum over komen dat raadgevend is, en bovendien heb ik 2/3 meerderheid nodig in twee kamers, dan heb je minder mandaat om daar te onderhandelen. En het is dus maar de vraag of daar uiteindelijk de invloed mee toeneemt.
Ja, er wordt hier dus ook gezegd, het is niet goed voor onze onderhandelingspositie. Eigenlijk is dat waar het op neerkomt. Het zou allemaal te lang duren. Is dat een risico dat u bereid bent om te nemen? Nee, ik vind het eerlijk gezegd een beetje een smoesje. Ik vind het niet overtuigend. Ik denk dat juist je onderhandelingspositie sterker wordt als je zegt van ja, we hebben een 2/3 meerderheid nodig. Neem bijvoorbeeld het verdrag toetreding Roemenië-Bulgarije. Er was ooit wel een kamermeerderheid voor, maar geen 2/3 meerderheid. Omdat bepaalde partijen vonden, er wordt te weinig gedaan tegen corruptie. Maar waarom zou hij het gebruiken als een smoesje? Ik bedoel, hij is niet voor niets tegen dat voorstel. Nee, maar daar zit meer achter de angst dat Nederland uiteindelijk het lastig gemaakt om Europees eruit te komen. En dat snap ik wel. Voor ministers is dat soms al lastig. En nu moet je niet een gewone meerderheid, maar dan moet je nog een grotere meerderheid hebben. Maar ja, aan de andere kant, dat is wel hun taak om op die manier ook voor de Nederlandse belangen op te komen. Dus voor Europa is het misschien een beetje lastiger, maar voor Nederland, de Nederlandse belangen, is het uiteindelijk beter. Oké, nou, uw punt is helder. Vanmiddag stemt de Eerste Kamer erover.